Dit is die, dit is die, dit is die. Bike life baby, rijd tot dijgen, rijd voor die bullshit, No face, no case, ben met de fam, heel mijn team is on. 495. Yo, 100 TV family, welkom back vanaf 100 TV Game. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Warzone Mobile. We gaan weer lekker Warzone Mobile spelen. Kijk, ik heb er gewoon zin in. Ik heb er gewoon zin om even te gaan vlammen. Het is ook weer iets anders. Natuurlijk weer natuurlijk op de mobiel met mijn houdertje erbij. Dus, en de PlayStation 5 controller. Ik zie dat ik hem nog even moet gaan verbinden met mijn mobiel. Dus dat gaan we gelijk even doen. Want dat speelt gewoon echt iets handiger met de microfoon hier en het opnemen. En het is gewoon even een stuk handiger. Dus ja, dat gaan we doen. We gaan voor deze video ook even de skin veranderen. Ik weet niet welke skin. Ghost. We gaan voor Ghost. We gaan vandaag voor Ghost. En we gaan gelijk naar Mobile Royale. Die gaan we lekker spelen. Trio's. En wat is het doel van deze video vandaag? Ik wil mijn persoonlijke record aan kills gaan verbreken in deze video. Mijn record staat op 15 kills uit mijn hoofd. Dus ik ga proberen in 1 à 2 potjes meer dan 15 kills neer te gaan zetten. En ik hoop op een goede play. We gaan wel gelijk de rest straks lekker muten. Want ik merkte ook in die andere aflevering hiervan dat je ook hun hoorde praten. En dat was gewoon een beetje vervelend. Ook voor mij, om het zo maar te zeggen. En we gaan gelijk beginnen. Dus jullie hoeven ook niet te wachten. En ik hoef ook niet te wachten. Jullie hoeven niet te wachten, ik hoef niet te wachten. Dus het is helemaal perfect. Mute al. We gaan lekker. Hallo? Yo, hoezo kan ik mijn party niet muten? Nou. Dan maar gewoon lekker matig. We zijn er al uitgesprongen en we volgen Travis Woods. En hij gaat naar de prison, maar daar ben ik niet echt grote fan van. Dus we gaan gewoon hier landen. Dan maar alleen. Is wel met een beetje risico. Maar ja. Als je geen risico's neemt in het leven, dan kom je ook niet zo heel ver. Dus je moet risico's gaan nemen. LMG. En voor de mensen die het nog niet wisten, we spelen tegen even omlaag, hè. We spelen tegen squads. Trio's, excuus. We spelen tegen trio's. Dus ik moet elke keer scherp blijven van... Er kan nog iemand extra eraan komen. Er kan nog iemand extra eraan komen. En het blijft echt nog steeds raar hoe ik nu al Warzone Mobile aan het spelen ben, terwijl het gewoon nog niet uit is in Nederland. Het blijft gek. Het blijft gek om gewoon als eerste dit te kunnen spelen en gewoon het ook naar buiten te brengen eigenlijk. Want er heeft nog niemand dit echt naar buiten gebracht zo. Dus dan doen wij het maar lekker, toch? We gaan natuurlijk gelijk naar de loadout, want met de loadout spelen we gewoon vele malen ja, lekkerder, gewoon beter. Het is gewoon ja, je eigen wapen attachments erop, dus dat is gewoon veel beter en veel relaxter. Hier ligt random een kist.
Oké. Oh. Even kijken. We moeten even de goede wapen gaan pakken. 6. Dat is niet 6. Dat is 7 moeten we hebben. Ja. En dan pakken we ook gelijk die. Dan is die ook gelijk ready to go. Die zit nog een kist in. Hey. Oh. Daar ga je. Die airstrike die kwam recht op ons af. Die airstrike kwam echt recht op ons af. Echt recht. Enemy here. Hij daalt daar net goed weg. Maar ik ben heel benieuwd wie die airstrike op ons heeft durven te gooien. Want die kwam ergens hier vandaan. Dat is geen enemy die daar kruipt. Heel benieuwd wie die airstrike op ons heeft durven gooien. Hoe ver is die kroontje van ons? Die is niet zo heel ver. Dus die kunnen we misschien wel even gaan opjagen, die kroontje. Als we snel genoeg zijn. Als we snel genoeg zijn. Enemy UAV active. Enemy UAV. Ik zie airstrikes. Wordt gegooid op het kroontje. Dus ik ben niet de enige die op hem jaagt. Enemy UAV active. We got him. Even mijn shoots erop doen. Wordt hier sniper geschoten? Die is al geland daar. Nou, we zitten op 5 kills. Het gaat nog niet zo heel wauw, maar hè. We zijn wel op zijn minst nog op weg. Hier is een voor een enemy daar. Maar hebben hun het wel moeilijk met teamgenoten. Maar ik zie geen enemies. Oeh, dat was een goede pot van hem. Enemy here. Request an airstrike at this location. Copy. Longbow 3-1 on approach. Strike inbound. Ik zag dat er iemand. They'll
hier achter me ook was. Teammates done in. They're returning to base. Oi. Je gaat daar dood, teammate, niet doen. Ik moest nog steeds reloaden. Oh, ik moest gewoon nog steeds reloaden. We zijn 60 eindig en maar helaas niet alle kills kunnen behalen. Ik ga die even afdoen, want het is echt hard geluid wat hier uitkomt. Het is echt hard geluid. We hadden 5 kills, dus we missen er nog 10. Maar ja, het was hem niet. Maar het is ook de allereerste potje die we spelen vandaag, dus hè. Moet ook nog even opgaan. Waarom heb ik iemand die mee gaat doen? AC komt net online. Met hem speel ik echt heel vaak en heel veel. En wij zijn best een goed team. Als ik dat zelf mag zeggen natuurlijk. Hè. Als ik met hem speel, gaat het tijd opeens heel lekker en heel goed. Omdat we ook gewoon bij elkaar blijven. En dat is ook gewoon heel handig als je zo iemand hebt in je team. Dus ik ga heel even op hem wachten. Even kijken of hij überhaupt met ons wilt spelen. En anders dan zien jullie me straks in een potje waar ik met 2 random mensen ben. Ik zie jullie zo. En hier gaan we dan. We gaan weer beginnen. We zitten met 2 andere randoms. Want AC, die joinde niet. Misschien was hij nog aan het opstarten. Hij was misschien nog even naar het toilet gegaan voordat hij ging spelen. Je weet niet. Maar dan spelen we gewoon lekker. Nog een potje met randoms. Ook helemaal niet erg. Tenzij de randoms slecht gaan spelen of niet samen spelen. Dan wordt het wel een probleempje. Maar we gaan zien. We gaan zien wat deze potje gaat brengen. Ik ben heel, heel benieuwd of wij ons record kunnen gaan halen. Moeten wij hier neer gaan landen. Dus ik ga maar vast los van iedereen. Hier wordt heel wat enemies zijn die hier geland. Achter mij is er ook een enemy geland. Geen wapens. Nu mag die komen. Wel. Ik heb hier geen shields meer voor. Ik moet even mijn shields doen. Hij komt daar en ik naar boven. Er is hier iemand aan het lopen. Ik weet niet of die van beneden komt. Of van boven. Twee tegelijk. Heb ik geen shield meer voor ook. Dan komt hier nog iemand aan. Nog 2. Hoe ik het hoor. 1.
Kijk, hij heeft allemaal traps geplaatst ook. Die gaan we lekker weg. Shields aandoen. Kunnen we gaan? Richting onze loadout. Oh. Hier waren we bijna nog de pineut geweest. Ook. Wordt weer aangevallen. Kijk hier nog. Ik ben ontsnapt weer. Zo, ik was hier echt slecht. Ik had dat niet te hebben. Ik had eerst mijn shields moeten doen en dan erop ingegaan. Dat was slimmer geweest. Dat was echt slimmer geweest. Ik ben niet zo slim die gevecht ingegaan. Ik ben niet zo slim gaan doen. We zijn alle drie gewoon dood. Maar we hebben wel 6 kills. Ik hoop. Oh. Dat wij hier uit gaan komen uit de gulag, maar dan als winnaar. Maar dan hebben ze 7 kills. Dus we zijn goed op weg. Maar het zal waarschijnlijk hier bij de wapendrop knijterdruk zijn. Zo'n gevoel heb ik gewoon. Hier echt moet gaan oppassen. Ik zeg het toch. Ik heb het gevoel dat hier druk gaat worden. Your teammates redeploying. Stand by. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Ze waren hier gewoon aan het wachten op ons. Dat zou gewoon moeten hebben, hè? Dan een airstrike krijg ik en nog een enemy. Oh, dat is lelijk. Dat is wel echt oprecht gewoon lelijk. Dit is echt lelijk geëindigd. We gingen zo lekker, we gingen zo goed. En dan eindigt het potje gewoon zo. Zo lelijk moet het gewoon eindigen. 8 kills, we gingen echt lekker. We gingen zo goed. 8 kills en dan eindigt het potje gewoon zo lelijk gewoon. Gadver. Wij gaan onze derde en laatste potje in. Ik zie jullie zo. Hier zijn we weer. En we gaan weer gewoon gelijk beginnen. Er is geen opwarmronde geweest. Het is gewoon gelijk hop, springen en gaan. Dus ik ben benieuwd waar ik iedereen heen ga brengen. Want blijkbaar ben ik de jump leader. Ze willen hier die contract gaan pakken. Dat vind ik helemaal prima. Bounty contract. Maar volgen ze mij ook? Volgens ze me wel. Maar als ze dat niet doen, is het echt aan hun. Want ik ga lekker hier landen. Om hier even lekker wapens op te rapen. En zo snel mogelijk iemand te kunnen afmaken als die komt, natuurlijk. Teammate heeft die contract al opgepakt. Ik zie de bounty hier links van ons. Laten we maar gelijk even. Het is een iets betere wapen als dit. Een light machine gun. Ik heb in principe al alles, dus we kunnen die gevecht aangaan.
Negative. Enemy dropping into the AO. Enemy movement. Oh. Ik kom er niet tussen. Ik kwam daar niet tussen, maar ik heb een self-revive. Nee! Ik krijg een batterijmelding in beeld. Ik kreeg een batterijmelding in beeld. Wat is dit? Dat heeft gewoon gezorgd dat ik het niet had overleefd. Wat is dit? Word ik nou nog een enemy? Nee, is geen enemy. Wat was dat? Nou, ga dood. Die kill was niet van mij. Mijn teammate heeft hem op mij afgepakt. Maar hij is dood, dus ja. We hebben één kill. Dat is geen goed begin. Eén kill, maar er liepen daar zoveel mensen rond. Hoe hebben we dan nog één kill? Hoeveel heeft mijn team? Dat kan ik niet zien, denk ik. Nee, dat zie ik nu nog niet, helaas. Er is nog iemand neer. Ik hoor hier allemaal kisten die ik graag wil. Good loot hier. Want ik heb shields nodig. Hier ligt er nog eentje. Oeh, achter mij. Nee, wat doe ik? Wat doe ik? Is daar? Enemy movement. Is ook dat? Oké. Ze zitten op 3 kills pas. Maar er komen nu heel wat mensen weer terug. Hier moet er iemand komen. Hij knijft mij gewoon uit. Gewoon bijna neer, gewoon, hè. Echt ongelooflijk. Een enemy UAV is er ook. Nou, dan gooi ik de mijne ook maar. En dan halen we gelijk een nieuwe. Die gaan we echt nodig hebben. Schrik me de pleuris. Ik schrik me toch de pleuris.
Ik weet niet of ik echt een rare gezicht had getrokken, maar... Zowel dan hebben jullie nu een replay ervan, maar anders dan heb ik gewoon geluk gehad. Maar dat was echt... wat de hel. Alles ontploft ook gewoon. Yes. Hey, rustig, rustig, rustig. Enemy movement. Hier komt er eentje aan ook. Twee achter mij. Achter mij is niks. We moeten nu gaan rennen. Shields gebruiken. Hij loopt achter mij. Van heel veel kanten. Zie ik enemies. Echt van heel veel kanten, maar ze zijn gelukkig nu niet meer op mij aan het jagen. Nog maar enemy movement. Twee personen. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Need recon overhead. Copy that. UAV online and orbiting the AO. Gaan de kills sowieso niet halen, maar als we een... victory kunnen halen, dan zou het ook perfect zijn. Zo, de hik. Nou, hij moet dus gaan springen, dus hij is de pineut. Want hij moet zijn torentje gaan verlaten. Wij eerst een precision airstrike nog. Die moeten wij heel even zien te overleven. Jammer joh. Jammer joh. Jammer joh. Wel een victory naar binnen gehaald. Wel weer een victory naar binnen gehaald. Toen mijn headset allemaal die helikopter staat.
echt ongelooflijk hard in mijn oor te blazen gewoon. We hebben gewoon een victory naar binnen gehaald, maar helaas niet onze record. Het tweede potje was eigenlijk de potje om onze record te gaan verbreken, maar we gingen dood. We gingen dood. En het is echt jammer. Ik heb een melding om AC te gaan joinen, maar lekker de video hierbij afsluiten. Dus, jongens, ik wil en natuurlijk ook meiden als die kijken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Warzone Mobile. Hebben jullie genoten? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet die beneden niet te abonneren en het belletje aanzetten, zodat jij op de hoogte blijft van alle nieuwe streams en nieuwe video's die er aangekomen van allemaal verschillende spelletjes. Vergeet ons niet te volgen op Instagram, Discord en TikTok. En vooral Instagram en Discord zijn heel belangrijk, want daar post ik alles in als we live gaan. Als we een nieuw video aan het opnemen zijn, of wat dan ook. Of ik wil met kijkers iets gaan opnemen. Het komt allemaal of via Instagram of via Discord. En via Discord is het gewoon makkelijker te communiceren. Het is gratis, dus je kan het gewoon gratis installeren. Het zit er nul kosten aan verbonden. Dus join gewoon lekker de Discord server. Voor nu is dat alles wat ik te zeggen heb. En ik zie jullie weer bij de volgende aflevering. Lobby. Move fast, ben on the road, geef gas. Move fast, geen tijd voor die host moet gaan. Move fast, ben met de guys tot laat. Move fast, money die wordt je gemaakt.